De robots komen. Ze worden goedkoper, beter en slimmer. Ze leren al van ons. Do you see a remote? Maar hoe goed zijn ze nou echt? Waar maken ze de meeste vorderingen en wat kunnen ze nog niet? Gaan ze steeds meer op ons lijken? Of nemen wij trekjes over van de robots? En hoe bang moeten we zijn dat ze ons uiteindelijk gaan vervangen? Hier in Eindhoven wordt gewerkt aan een robot die het werk van een hersenchirurg moet gaan doen. Dat wil zeggen dat hij vrij precies te werk moet gaan. Heel precies, ja. We praten hier ver beneden de millimeter nauwkeurigheid. Want hoe handig de mens ook is, niet iedereen is gezegend met een vaste hand. Het is eigenlijk heel raar als je kijkt naar dat chirurgenvak, met name waar het om precisie gaat. Daar hebben nu artsen hebben wel een microscoop waar ze door kijken, dus hun ogen worden heel veel beter. Maar hun handen zijn nog steeds dezelfde handen. Op dit moment is het zo dat een arts zelf handmatig met eigenlijk precies dit gereedschap 4 uur lang aan het frezen is om die tumor te bereiken. En op het moment dat hij bij die zenuwen komt, is hij dus eigenlijk al 4 uur bezig. De chirurg is dus al moe als het meest precieze werk nog gedaan moet worden. Het zou beter zijn als hij op basis van een CT en andere scans precies bedenkt wat er moet gebeuren en dan de robot een voorstel laat doen. En dan kan hij dus wijzigingen doen of zeggen, nou, het is goed. En dan gaat de robot beginnen aan de freesactie. Dus eigenlijk geeft hij door aan die robot wat hij moet doen en dan kijkt hij toe? Ja, voor dat deel van de operatie wel. Niet alleen verloopt de operatie dan preciezer, het kan ook op plekken gebeuren waar geen gespecialiseerde chirurg aanwezig is. De vraag voor dit soort robot is er. En volgens Steinboeg en zijn team is juist in Eindhoven alle kennis en techniek aanwezig om ze ook te maken. We hebben hier een regio die heel erg goed is in de mechatronica. Er zitten ook een aantal grote bedrijven, hè? ASML en Philips, die zitten hier. Ik ben ervan overtuigd dat we echt een nieuwe industrie kunnen maken in Nederland op het gebied van robots voor chirurgie. De arm is het oudste en meest ontwikkelde onderdeel van de robot. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw zag men het voordeel van een mechanische arm die steeds opnieuw dezelfde handeling kan uitvoeren. Vooral in de auto-industrie vond die snel toepassing en werd de robotarm steeds verder geperfectioneerd. Als je kijkt naar de robotdichtheid per 10.000 werknemers, dan lopen de landen waar auto's gemaakt worden, zoals Korea, Japan en Duitsland en de VS, nog altijd duidelijk voorop. Nederland is wat robotisering betreft een middenmotor. Met 172 robots op 10.000 werknemers is dat minder dan Duitsland en ook België, maar meer dan bijvoorbeeld in Zwitserland en Frankrijk. Sinds kort kunnen robots in Nederland ook als uitzendkracht worden ingehuurd. Het mooie van een uitzendkracht is dat je die in een hele korte tijd kan vertellen wat hij moet doen. En zo proberen wij dat ook met onze robots voor elkaar te krijgen, dat je hem 's morgens zegt, je moet vandaag deze doosjes op dat pallet gaan zetten. En dat die robot zonder dat daar nog een programmeur aan te pas komt, zijn werk gaat doen. Aan het woord is Heiko Sandé, oprichter van Smart Robotics. Zij verhuren en verkopen robotarmen die betaalbaar zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. De terugverdientijd van een robot is typisch ongeveer 1 à 1,5 jaar. Neem mee dat zo'n robot minstens 5 jaar meegaat. En is het zeer interessant ook voor de prijs om hem te gaan robotiseren. Ja. De robotarmen zijn ook in hoog tempo soepeler en hanteerbaarder geworden. Je kan ze daardoor makkelijker iets voordoen en ze kunnen makkelijker leren. En waar je oorspronkelijk zag dat robots vaak zo bewogen. En als je nu zelf een robot nadoet, dan doe je dat ook fijn. Ja. Een beetje staccato. Zie je dat robots veel soepeler en soepeler worden, maar er zijn nog flinke stappen in te halen om echt tot naar de efficiëntie van de mens eigenlijk te komen. Hoe snel wij rustig bewegen dingen kunnen doen, dat is moeilijk te evenaren nog met een robot. Robots komen wel dichterbij. Letterlijk, want de soepelere en lichtere generatie robots kan al wel zij aan zij met de mens werken. Een cobot wordt dat wel genoemd. Er staat geen hekwerk rondomheen, het is eigenlijk een heel compacte opstelling zo. En dat is omdat hij uit is gerust met sensoren, dat wanneer er een mens in de buurt is en dat hij in aanraking zou komen met de mens, dat hij tot stilstand komt en de mens eigenlijk niet bezeert. En gebruikt hij nou veel energie? Nee, totaal niet. Vergelijkbaar aan 3 computers eigenlijk. Inmiddels vinden de uitzendrobots steeds makkelijker hun weg naar bedrijven die de meest uiteenlopende klusjes voor ze hebben. Zoals hier bij de maker van navigatieapparatuur Heer. Daar moeten ze om het product levensecht te testen eigenlijk honderdduizenden adressen intoetsen. Dat is niet te doen voor een mens. Dus daarom gingen wij op zoek naar een mogelijkheid om dat automatisch te doen. En dus werd de arm dit keer uitgerust met een vinger die reekse adressen invoert en een oog dat kijkt of de route gevonden wordt. En zij gaat hier gewoon eeuwig mee door? 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zolang wij haar vertellen welke route ze moet rijden, blijft zij doorgaan.
Maar deze robot vervangt dus eigenlijk geen mens? Nee. De robot brengt diepte aan in de testing. Zij doet echt het repetitieve, vervelende werk. Wat eigenlijk niet te doen is door mensen, dat doet zij voor ons. Ja. Zij heeft natuurlijk ook mensen nodig om haar aan de gang te houden. Want uit zichzelf doet ze natuurlijk niet. De robotarm is dus beschikbaar, betaalbaar en inzetbaar op de werkvloer. Maar hoe goed is hij volgens Heiko? Als je het nu vergelijkt met wat wij als mens kunnen en wat een robot kan. Dan denk ik dat we nog niet op 0,1% zitten van wat een mens kan. Dus op het moment dat je dat wil gaan evenaren, dan zijn er nog hele grote stappen te gaan. Daarom verdwijnt volgens Heiko de angst voor robots in de praktijk meestal vrij snel als ze eenmaal ergens aan de slag gaan. We merken relatief weinig weerstand. Zeker is het op het moment dat je de eerste robot in een fabriekshal zet waar veel mensen staan te werken, dat de mensen in eerste instantie kijken van, gaan die mijn baan vervangen? Waarbij op het moment dat we na een maand die robot terugkwamen halen, de medewerker zei van, hey, ga je er nou meenemen? Moet ik dat rotwerk weer gaan doen? Toch kunnen zijn eigen robots Heiko nog regelmatig verbazen. Ja, in de zin van dat onze robots zelf bepalen wat ze gaan doen en wij dat niet hard voorprogrammeren, is het wel eens als je een robot aanzet met een nieuw product en hij erbij staat te kijken van, hè, wat gaat hij nou doen? Van, oh, dat heeft hij eigenlijk wel slim bedacht. Hoe beperkt robots ook zijn, als ze eenmaal uit zichzelf beter worden, kan je niet meer om ze heen. Het is sowieso niet tegen te houden. Als je kijkt, de enorme kostprijsbesparing die een bedrijf ermee realiseert om robots in te zetten, die is dusdanig groot dat de bedrijven er sowieso mee doorgaan. Dus je moet je eerder afvragen hoe we er als Nederland mee omgaan dat die beweging plaatsvindt. Maar de robot buiten de deur houden, dat is een illusie. Dat is inderdaad een illusie. Dat gaat hem echt niet worden, nee.